Danny. Ik ken je al 2 jaar. Ja. Nee, laten we dat maar niet doen, hè. Goedemorgen, dames en heren, koeken en peren, hoe je het ook wil noemen. Welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben wakker. Joey weet ik niet. Waarschijnlijk niet. Nee, Joey niet. Welkom bij een nieuwe vlog, had ik al gezegd. Ik denk, dus ik weet niet zeker, ik denk, dat ik vandaag maar eens naar de kapper ga. Want dit kan echt niet meer. Maar, denk ik. Oh, er zit beweging in. Volgens mij is ze nog niet wakker. Top. Oh, top. Oh ja, voor de rest. Ik was dus net eventjes muziek aan het luisteren op mijn telefoon. Want ik dacht, nou, ik heb misschien toch niet zoveel te doen. En ik moet nog wachten tot ik de vlog van dans kan uploaden. Die is nu nog niet geüpload, maar voor jullie wel natuurlijk. En ik zat dus even muziek te luisteren. En natuurlijk, op je telefoon zet je allemaal muziek. En tenminste, dus ook oudere muziek. Oh, hey, hallo. En nou ja, heb dus ook af en toe wat oudere muziek. En ik heb dus echt een nummer die ik gewoon nog steeds ontzettend leuk vind. Maar die is echt gewoon al een paar jaar oud. En dat is dit nummer. Ja, ik vind dat gewoon nog steeds een ontzettend leuk nummer. Die was ik dus vanochtend ook aan het luisteren. Goed, Joey is wakker, zit beweging in. Nogmaals, welkom bij een nieuwe vlog. Derde keer, ik weet het. Maar welkom bij een nieuwe vlog, vierde keer. Hey Joey. Hey. Kom van dat matras af. Ik waarschuw me niet meer. Hey. Wat? Nee, je kent dat liedje toch wel? Kom van het dak af. Joh. Nou, daar heb ik hem op verzonnen. Goed hè? Nee. Ik weet het, hij is zo slecht dat hij wel goed is. Wacht, ik even draaien. Zo. Voor de mensen die niet weten. Wacht even. Voor de mensen die niet weten welk nummer ik bedoel, dat is deze. Ja, dat is dus best wel een oud nummer, maar dan heb ik dus heel simpel mijn eigen versie op verzonnen. Ik weet, hij is heel slecht. Sorry, ik ga maar weer. Hij is heel slecht. Ah, zie je? Yes, nou heb ik je. Nou heb ik je terug. Nou heb ik je terug, vriend. Ja. Yes. Zo, wat heb je erop te zeggen? Niks. Ja. Zie je? Yes, nou heb ik je. Nou heb ik je terug. Je gaat niet de hele tijd gelogen, toch? Nee. Lopen, hey joh. Ik ga even rustig doen. Ja.
Loopt het maar. Waarom het ding nou weer voorlopen? Ja, dat weet ik ook niet. Wacht even. Doe het maar gewoon. Let's go to the party. Hey. Ja! Had je hem aan? Ik heb hem aan, ja. Oké, die is weer slim. Die is weer slim. Als hij echt goed is, dan moet ik hem even doorsturen. Wacht even. Ah, nee! Yes! Als ik stond iemand in de lift, dan denk ik tegen ook oké, wat fuck. Hallo. Ja, wat vind je ervan, hè, dat hij mis was? Is je hand voor je zo? Nee, sorry. Ik hoop dan. Ik hou hem. Kijk eens wat Joe heeft gekocht, hoe lief. Zomaar spontaan even voor zijn moeder. Ja, kijk hoor. Ja, dank u, dat is beter. Nou, kijk eens, leuk toch? Ja. Ik ben wel mooi. Ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. Ja, ze zal het sowieso wel leuk vinden, maar ik bedoel in de zin van hoe ze reageert. Ik ben benieuwd. Ik denk eerder dat ze denkt van waarom. Nou. In het begin dan, hè. Dat ze natuurlijk niet verwacht. Maar het is echt gewoon spontaan, het heeft verder echt geen reden ofzo. Nee. Oké. Okay. Ja, dat is leuk. Ik koop bijna nooit de bloemen voor haar. Danny. Ik ken je al 2 jaar. Ja. Yeah. Nee, laten we dat maar niet doen, hè. Geef het me lekker aan je moeder, joh. Was ik ook van plan. Maar sowieso. Ik ben best vergeven, maar ik ga niet met je trouwen hier, man. Nee, ik ook niet met jou. Mooi. Maar goed, als jij dan niet met mij gaat, dan kan ik ook wel niet met jou. Ja, daarom. Ja, andersom ook niet. Ja. En we moeten allebei ja zeggen. Ja. Oké. Ben ik weer. Einde van de avond. Ik ga zo meteen afsluiten, de vlog voor vandaag. Afspraak gehad vanmiddag, alweer een tijdje van terug, maar ik heb verder niet zoveel bijzonders meer gedaan. Dus ook niet meer gevlogd, ik was moe. Ik heb best wel lang in de bus gezeten vanwege file en dat soort dingen. Maar, zoals jullie hebben gezien, ik heb dus niet superveel gedaan. Ik heb wel iets gedaan, ik bedoel, ik heb jullie een stukje verteld over wat oudere muziek. Die ik nog steeds leuk vond, heb ik wat van laten zien. Of van wat laten horen. En Joey heeft een bloemetje voor zijn moeder gekocht. Nou, dat was hartstikke lief van hem natuurlijk. Maar, omdat het dus ook zo'n korte vlog is. En ik dus een vraag aan jullie heb. Ga ik die in deze vlog maar stellen. En ik en Joey vooral. Bert is ook wel eens, ja. Nou ja, goed. In ieder geval. We zitten er wel eens over na te denken. Van, ja. Weet je, het staat eigenlijk al lang in de titel. Ik snap ook niet waarom ik er zo lang over doe. Maar wij vragen ons af, wat zouden jullie er nou echt van vinden als wij een keer een meeting zouden doen? En zo ja, bijvoorbeeld waar? Want waarschijnlijk 323 abonnees. Waarvan misschien, nou ja, grove schatting 100 tot 150 kijken. Dus misschien de helft. Komen natuurlijk allemaal door het land. Eentje daar, eentje hier, eentje hier, eentje hier. Dus dat is lastig. Als iemand uit Groningen komt of uit Friesland, ken ik er een paar van, wordt het lastig om naar Utrecht toe te komen. Worden er een paar in Limburg, is het voor diegene lastig om naar Groningen toe te komen. En voor ons is dat trouwens ook best wel ver, dus dat is ook voor ons niet handig. Maar dat is dus de vraag, wat zullen jullie er echt van vinden? Want ik bedoel, ik heb een klein publiek, maar ook echt nog klein voor YouTube, 323. Is natuurlijk wel een mooi getal, maar dat is gewoon echt klein voor YouTube land. Als ik het zo even kan noemen. Misschien heel stom. Maar ja, dat vind ik eigenlijk wel belangrijk om te weten wat jullie er dan van vinden. Zouden jullie dat echt willen? Zouden jullie dat echt heel leuk vinden? Of denken jullie van, ja, maar weet je bent nog zo klein. Wacht er nou even mee tot je echt veel groter bent. Al duurt het natuurlijk wel nog een hele tijd.
Het lijkt mij in ieder geval, en Joey ook, en Bets waarschijnlijk ook, want ze is echt heel erg gaaf om kijkers en abonnees te ontmoeten. Dat is een beetje hetzelfde natuurlijk. Want ja, jullie zien ons, maar wij zien jullie niet. En dat is het gekke natuurlijk. En dat is, ja, nou ja, het gekke, het is logisch. Maar dan, daarom lijkt het me zo gaaf om echt gewoon kijkers te ontmoeten. En nou ja, goed, en dan, als je nog veel groter bent, dat het nog, maar dat, zover zijn we nog niet. Dus nogmaals de vraag voor vandaag in deze vlog. Wat vinden jullie ervan als wij een meeting zouden houden? Echt een serieus, ja, serieus antwoord natuurlijk. Wat zouden jullie er serieus van vinden als wij een meeting houden? Heb ik hem een paar keer gesteld, nou is hij duidelijk als het goed is. Volgens mij hoef ik er verder niks meer aan toe te voegen. Dat is gewoon eventjes de vraag. Ik zou zeggen, laat het weten in de reacties. Want wie weet gaan we er echt wel wat mee doen. Als er veel mensen zijn, ja, dan moet je echt doen. En we kunnen natuurlijk kijken of het zou kunnen lukken en waar, maar dat kunnen we dan later uitzoeken. Nou, dat was dus de vraag. In ieder geval wat ik zei, vandaag niet super veel gedaan. Maar nou, deze vraag is nog maar even ingeplakt, om het zo maar even te zeggen. Toch maar weer eventjes om een beetje gevuld te hebben. Ja, dit was het voor vandaag. Bedankt voor het kijken, zoals ik altijd zeg. Doe natuurlijk even het blauwe duimpje omhoog. Abonneer even op mijn kanaal hieronder als je dat nog niet hebt gedaan, zodat je verder niks van andere video's mist. Laat even een leuke reactie achter wat je ervan vond. En dus op de vraag die ik natuurlijk net stelde over de meeting. En vergeet ik nou iets? Duimpje, abonneren, reactie. Volgens mij niet. Ik ga stoppen, ik ga bewerken. Dan heb ik morgen weer klaar voor school. Maar voor mij morgen, maar jullie weten hoe het werkt. Tot de volgende keer. Adios. Bye bye. Doei dag. Oké, nu ga ik echt. Doei dag.